Hé, hey, wat hoor ik daar? Allerlei sirenes en die gaan richting vliegveld. Nee toch? Wat zou er aan de hand zijn? Straks kan ik niet weg en ik heb me hier zo op verheugd. Lekker een weekje naar de zon en gewoon op mijn fietsje naar het vliegveld. Ik ga direct kijken, je weet nooit. Oh, daar is het vliegveld, maar ik zie niets anders dan een grote mensenmassa die er heel vrolijk uitziet en met vlaggen zwaait. Gelukkig. Er is dus niet iets ergs gebeurd. Meneer, weet u wat hier aan de hand is? Natuurlijk, heb je het niet gelezen? Hajo Hindricks komt zometeen hier, je weet wel, de oprichter van het vliegveld. Hij en burgemeester Legro, die de opening heeft verricht, gaan samen de voetbalwedstrijd leiden. Hajo Hindricks en burgemeester Legro, dat zijn toch straatnamen? En over welke voetbalwedstrijd heeft u het? Ja, lees je geen dorpsklanken? Daarin heeft uitgebreid gestaan over de wedstrijd tussen folen, je weet wel, de vereniging van omwonenden van Luchthaven Eelde en de vrienden van Vliegveld Eelde. De uitslag is heel belangrijk, want die zal bepalen of de baanverlenging doorgaat of niet. Maar kan ik dan wel vertrekken? Natuurlijk, daar is een vliegveld toch voor? Kijk! Daar zijn ze. Daar stappen twee mannen uit een auto. <laughs> die zijn vast bij ouder langs geweest voor die rare ouderwetse pakken. Iedereen juicht en zwaait met vlaggen. Ik zie dat één van de mannen zijn hand opsteekt. Hij wil wat zeggen. Ik heb het bij de opening al gezegd. gezegd. Dit wordt een vliegveld voor het hele noorden. Oh, nu loopt iedereen naar het terrein van de startbanen, want daar is een voetbalveld uitgezet. Ik ben bang dat dat vliegtuig van mij niet op tijd gaat vertrekken en daar baal ik ontzettend van. De voetbalwedstrijd begint, maar dat gaat volgens mij ook niet volgens de spelregels. Allerlei mensen komen het veld op rennen en gaan zich met dingen bemoeien. Er wordt met rode kaarten gezwaaid, maar daar leidt niemand zich iets van aan te trekken. Dit is geen voetbalwedstrijd. Dit is oorlog en ik zit er middenin. Waar moet ik heen? Ik wilde toch gewoon een weekje naar de zon? Hier wil ik niets mee te maken hebben, maar ik kan niet weg. Help! Help! Goedemorgen, schat. Zou je die wekker niet eens afzetten? Je bent er net ook al door de menen heen geslapen. Hier, leg een kopje thee in de krant. Moet je zien, er is groen licht gegeven voor de baanverlegging. Oh, nou, dan weet ik wie de wedstrijd gewonnen hebben.